Ja mensen, vandaag staan wij in Roosendaal. Een hele leuke kermis natuurlijk. Waar Patrick is. Nou, Patrick die vond het dus zo leuk in Lille dat hij weer naar Lille is. Dus ik dacht, ik neem het voor één keertje over. Dus hier zo, kermis in Roosendaal. Nou mensen, Patrick is vandaag in Frans. Ik sta hier zo bij Duits. Frans-Duits, nee, maar dit is de exploitant Duits. En ik sta hier zo lekker bij Peter Pan en Kapitein Haken Railway. Oh, wat is toch spannend. Ja, en eigenlijk op heel dit nostalgisch kermisterrein zijn alle attracties van Duits. Nou mensen, als je nog nooit in een boot bent geweest, ik zou zeggen stap hierin. Prachtig. Alleen mis ik wel water. Dat zou wel echt super tof wezen bij deze attractie. Maar ja, je kan niet alles hebben, hè. Ja mensen, en dit is ook een hele mooie rugbaan. Dit zijn nou echt leuke kermisattracties. En ik had het er nou nog vanmiddag over. Wie dat pluisje heeft uitgevonden, ja, hoe komt die er eigenlijk bij, hè? Maar super leuk natuurlijk. En dit is hier zo niet de enige rugbaan, maar dat zien jullie zo meteen verder in deze review. Ja, en dit is nou prachtig, hè? Een wagentje met miniatuurkermis. Ja, en deze exploitant is ook van de beste wafeltraam van Nederland die in Goes stond. Allemaal prachtige zooi. Prachtig allemaal. Mooi om te zien. Echt leuk. Nou mensen, en als ik ergens een afschuwelijke grafhekel aan heb, dan zijn het wel paarden op de kermis. Dus lekker dierenmishandeling hier zo in Roosendaal. Nou, moet lekker worden afgeschaft. En hier in Nederland valt dat nog best wel mee, maar in België gaat het er helemaal erg aan toe. Dus afschaffen deze zooi. Stelletje klote klappers. En hier zo hebben we de hangover van Dauphin. Type extreme gebouw bij Funlight. En ja, deze attractie die staat helaas verkeerd, want dit is de kermis. En de mooie kant, staat juist aan de zijkant van de kermis. Dus dat is dan weer helaas jammer. Roepoe, daar ben ik dan weer. Ik laat het even over aan mijn collega's. Ja. En ik mag beginnen met de Disco Jumper, mensen. Hij is van Van Rij / Duursma. En het is een hele mooie jumper. De mooiste naar mijn mening. En normaal gesproken ook de beste, alleen ik heb net een beetje tegenwander gekregen. Ben ik niet gewend bij deze attractie, maar hé, je kan niet alles hebben. Normaal is het supergoed, nu was het wat kort en niet helemaal goed. Waarom die niet helemaal goed was, was eigenlijk wel duidelijk, want er was namelijk één compressor kapot. Ja, mensen, dat kan gebeuren en dan kan je even niet van die goede ritten geven. Echter is dit nog steeds mijn favoriete jumper van Nederland, mensen. Heerlijk, lekker door beeld lopen, kut personeel. Klote klappers. Daar heb ik zo een gruwelijke takkekel aan. Altijd goede shows bij deze jumper en daar hou ik van, mensen. Daar kan je mij van naar de kermis halen. Dat vind ik stiekem het mooiste van de kermis. Een toffe show. En dan nog in combinatie met een goede rit. Mensen, ja, dan heb je mij overgehaald. Dan heb je een top attractie als je dat doet. Nog. En neer, en op, en neer, oh, heerlijk baby. Hier komt hij dan, fantasy appel, heerlijk, wat een lekkere appel. Rook, heerlijk mensen, bij de Ares Bungee, hij is gebouwd bij Technical Park. En hij is ongeveer 35 meter hoog. Nog meer rook! Heerlijk, daar gaat ie mensen. Manamadam! Oh, daar gaat ie! Afschieten die handel! Doei! Lekker
lekker vliegen als een duif. Rakkoe! Het kleinste tentje van een kleine ventje, mensen. Nou, hier kan we lekker oversteken, mensen. Dankjewel, Kelvin. Alsjeblieft. Oh, mensen, tijd voor bier. Bieren, bedoel ik. De Booster Max van de Voer in, ja, als vervanger van de Gladiator en de Eclipse tegelijk. Want die zijn allebei niet opkomen dagen. En ik sta hier zo hard te praten, omdat de Crazy Jumbo een jingle afspeelt. Dat is niet te geloven. Deze booster is trouwens gebouwd bij Fabri. En dit is hem dan, de Crazy Flying Jumbo, de enige Jumbo met de dakjes boven de olifanten. Wat een druk op de kermis, en zeker hier bij de Future World autoscooter van Sterrenberg. Cakewalk, Mega Luna Park van Chris Remer, mensen. En dan gaan we doordraaien en dan zien we daar spelzaken. Het leukste familiespel. Kijk, baby. Niet normaal hier, mensen in Roosendaal. Ze lopen allemaal gewoon dwars op beeld. Allemaal zijn kamer geil, net als Jury. Ja, mensen, en hier zo hebben we de Breeders van Hoefnagels. En wat doet hij hier zo op het tijd goed? En natuurlijk, net zoals altijd, een prachtige lichtshow. Heerlijk. Ik neem het weer over van Kelvin. Want hier gaat hij dan. En het is een partij druk. En de muziek staat hier een partij hard. Dat is niet normaal. Wat is dat een herrie hier? Kom en speel mee en maak hier een keuze uit de nieuwste reisartikelen. Ook een gekke city zo, bijkomt van je XXL met bellenblaas, rook, firefun. Prachtig, mensen, prachtig. Een na grootste glazen dolf rescue van Hezik. Prachtige zaak en leuk om te doen, mensen. Het is zo'n leuke zaak, mensen, met mail van De Vries. Die zal het s'avonds wel behoorlijk koud hebben natuurlijk. Want nou, ik zal je vertellen, vannacht geven ze weer nachtvoorstap. En ik zie, nou ja, ik zie nu al dat het niks wordt, mensen, hier. Want dit lijkt nergens op, hoor. Nee, dit is... Nee, hier ga ik geen Maldanje fruit bij uitdelen van de Action. Dat doen we alleen maar bij Future en Goes. Medailles van de Action uitdelen. Goed, mensen, we gaan onze weg vervolgen over de kermis, want dit is niet om aan te zien. Wimpy is er ook weer, een van de grootste vakmannen van de kermis. Snowjet van de Ween, mensen. Snowjet 1, dat zie je aan de tussenwand. Dat heb ik ook al 20 keer gezegd. En nieuw hier schijnbaar. Moving Heads.
Ik dacht dat ze het al hadden, maar schijnbaar alleen op de nummer 2. Want ze plaatsen namelijk van de week op de Facebook dat het nieuw zou wezen. Dus ja, laten we dat dan maar geloven. Lekker draaiende theekopjes, mensen, bij de teacups van Hinsen. Ik heb toch veel fun, mensen. Funny flight is dit van Hamburger. Burger, ja, ja. Ja, die kunnen wat even grapjes, die kunnen hier wel om lachen. Dat weet ik zeker van die Burger. Mooiste babyclub van Nederland, mijn mening, mensen. Hero City, met een nieuwe lamp daar van boven die je in de verre omgeving ziet. Zonder XXL-uitbreiding en ik weet hoe dat komt, maar mensen, of dat nou echt informatie is om dat in de review te vertellen, ik denk het niet. Blijft desniettemin een prachtig funhuis, alleen je mist toch wel wat. Ja, mensen. Normaal zeg ik het altijd aan het eind van de review, maar nu zeg ik het nu in het midden van de review, ongeveer. De ballen. Ons café is het gezellig op de kermis, neem iedereen mee. Misschien had je hem niet meer verwacht, want op deze plaats zou je niet zo heel snel vinden. Maar hij is er toch, mensen. De turbobedrijf van Hans van Tol. Monster 3 gebouwd bij Zwartskop. Niet meer de mooiste van Nederland, naar mijn mening. Maar nog wel steeds de beste van Nederland. En dat terwijl hij niet eens zijn best staat, mensen. Ja, dat is niet te geloven. Lost Escape Adventure. Hij wordt steeds mooier, hij wordt steeds beter. Exploitant die wel eens tegen mij zei, ik ben nooit klaar met deze zaak. En dat heeft hij tot nu toe waargemaakt. Hij blijft vernieuwen, hij blijft verbeteren. Een aanrader om te doen. Dit is absolute klasse, dit is liefde voor de zaak. En dat straalt deze zaak compleet uit. Lost Escape Adventure. Ik hou ervan. We kwamen net al een minicars tegen voor de oplettende kijker en nu komen we er nog één tegen. Dit zijn wel botsauto's. In die andere mag je officieel niet botsen. Ghost Castle van Smit. Als funhouse hier. Spookhuis, mensen. Ik spreek mijn eigen. Soms met live action en hij is binnen ook een klein beetje vernieuwd. Ben ik achtergekomen toen ik een ritje maakte in Goes. Voor de oplettende kijker, rustbaan 2, de Kokom, nee god, het is domme verspreking, dikke verspreking, de cycloon moet ik natuurlijk zeggen, van Verreken. Absoluut een mooi afgewerkte attractie en daar staat Verreken onder bekend. Alles is mooi. En dan bedoel ik ook echt alles. Heerlijk. Oh, zoenen, zoenen, maakt me gek! Oh ja, heerlijk is dat, hè? Ja, heerlijk! Dit is kermisporno! Letterlijk en figuurlijk, mensen! Ja, dit is nog maar één van mijn favoriete attracties geworden van Nederland, hoor. Ik zeg één van mijn favoriete attracties. Hij is wel gaaf, hoor. Hij is lekker. Ik heb hem vandaag 2 keer gedaan en hij is gewoon verrukkelijk. Wist je trouwens ook dat de achterwand tegelijkertijd een bakwagen is? Ja, ik heb het toevallig gezien in de video. Dus ja, het is alleen een beetje een videootje. Ik denk van, nou ja, wat heb ik gedaan? Maar ja, ik heb het toch gezien. Dus interessante informatie. En dan krijg je alleen maar hier op de Petrikaar. Echte kermisporno. Oh, lekker nat, baby. En toen is het nog niet. Ja, nu wel. Heerlijk. Spirikoosten van Buwalda, mensen hier. Zo mensen, dat was de kermis hier in Roosendaal. Altijd op zaterdag een hele drukke avond. Het is super druk, echt niet normaal. Beste show, best wel wat twijfel. Want ik vond bijvoorbeeld de rust van de Nossas kermis van een goede show geven.
Ik vond bijvoorbeeld Jumper, Disco Jumper vond ik erg goede show geven. En ik denk daar toch weer voor gaan. Disco Jumper. Ja? Ja. Waar zou jij voor gaan dan? Ja, ik weet niet. Ik vind de topspin ook weer verkeerd doen, om eerlijk te zeggen. Nee, ik vind dat de show een beetje tegenvallen. Ik vind microfoon show. Persoonlijk. Maar zeker een top attractie. Eindcijfer deze kermis. Ik vond het een mooie kermis. Jammer, Gladiator afgezegd. Eclipse afgezegd. En de Starfly, want die is verkocht. Ja, dat is jammer. Starfly zou er ook komen staan. Starfly, daar is de vervanger Disco Jumper voor. Eclipse, die dat plaats hebben ze verschoven. Er staat nu de Hangover op de plaats. Maar die stond toch al verpakt, dus die zou hier toch al staan. Maar die zou er op het plein bij de breakdance komen staan. En de Booster, die Booster Max staat er in plaats van Gladiator. Nou, we hebben dat ook nog gehad. Eindcijfer daar rond. Ook bij Turbopolis, baby. Moet niet gekker worden. Dat heb ik al lang niet meer gezien. Eindcijfer deze kermis. Een dikke 8,5. Ik wou net zeggen, geen 9. Nee, 8,5 dat is max. Een dikke 8,5. Dus max, net zo dik als ik. Dus max als ik kijk, 8,5. Mensen, abonneer en tot de volgende keer. Maar weer. Weer. Nee. Te neuzen en wiegen. Oh ja. Doei. En daarna weer. Ja. En daarna misschien nog een special video, mensen. Ja, roepoe. Ik zou niet weten wat, maar goed. Ja, zo. Ja. België, hè. Ik zit in België. Oh ja, België gaan we misschien nog doen. Hasselt. Doei. Hasselt.